Lucas, Steve en Harrison, ze zongen Perfect. En ja goed, ik zei het in het begin van het programma al. En als je regelmatig luistert, dan weet je natuurlijk... Ik heb wat dat betreft een zwak voor nieuwe muziek. En er komen van alle kanten mooie liedjes binnen. En zo kreeg ik onder andere van de week weer een berichtje op Facebook voorbij komen van onze oud-collega Patrick van Lissem. Vorig jaar kwam hij ook al met een nummer. En hij had weer wat nieuws uitgebracht. Ik denk, nou weet je wat, het is lang geleden dat ik gesproken heb. Ik ga vanavond gewoon even bellen. En als het goed is, heb ik hem aan de lijn. Patrick, goedenavond. Hey Ronald, hoe is het? Goed jongen, en met jou? Ja, lekker. Ja? Ondanks de ellende op de wereld natuurlijk. Wel, laat ik eerlijk zijn. Het is gewoon een drama. Het is echt drama, hè? Ja. Ja, goed. Wat kunnen we doen? Hè? Ja, niks. Binnen zitten. Ja, ja, nou ja, goed. Ja. Wachten totdat ze alles op slot gaan gooien, denk ik. Ja, maar is dat de bedoeling uiteindelijk misschien? Ik heb er geen idee van. Ik heb wel eens vermoeden dat we in ieder geval nog wel een aantal weken zoet mee zijn. Ja, ik vrees van wel. Maar het mooie daarvan is dan weer wel dat ik heel veel artiesten op Facebook voorbij zie komen die ineens allemaal live muziek gaan maken. Ja. Ja, dat klopt. Er wordt aardig wat gestreamd tegenwoordig, geloof ik. Ja, ja, dat vind ik leuk, ja, man. Want ik kan daar echt van genieten. Dat meen ik serieus. Ja, mooi is dat, hè? Ja, dat vind ik echt tof. En ik zit er eigenlijk aan te denken om misschien vanavond ook even iets te gaan doen. Even zomaar voor de fun, even met mijn gitaar, even een paar liedjes pingelen. Misschien neem ik het van tevoren op, hoor. Want ik ben niet zo'n live speler. Ik heb meestal mensen die voor mij dan live spelen. En ik ben meer een open haard tokkelaar. Oh, precies. Ja. Kampvuurliedjes. Ja, en als het dan niet lukt, dan hoor je gitaar daarna gewoon op de brandstapel. Dan ben je er in één keer vanaf. Ja, twee vliegen in één klap dan ongeveer. Ja, inderdaad. En warmte en heel even muziek. En heel even muziek, daarom. Hey, maar goed, we spraken elkaar. Nu was het vorig jaar, denk ik, dat we elkaar eigenlijk voor het laatst gesproken hebben hier op de radio. En dat was toen naar aanleiding van jouw nummer Bills? Ja, Bills. Ja, ondertussen zijn er nog wel een paar tussendoor gekomen. Maar ja, weet je, sommige liedjes die zijn... Je hoort de wereld in. En dan tenminste de wereld in. Spotify, Soundcloud, Apple Music, Deezer. Daar kan je het dan wel terugluisteren. Maar ik vind niet altijd alles... dat klinkt heel raar. Maar je bent zelf de meest kritische luisteraar van je muziek. Ja, en soms maak je iets. En dan ben je er heel lang mee bezig. En dan is het, zeg maar... eruit en dan ja, ik weet niet. Dan is het misschien net niet. Ja, weet ik niet. Dan denk je, ja, oké. Weet je, is het dan gewoon een vulling? Is dit nou alles? Hè? Ja, nou, ja. Dat idee. Ja. Dat je denkt van, nou ja, ik heb iets gemaakt. En ben ik er tevreden over? Jawel. Maar dan, weet je, ik vind het wel goed. Ik ben niet iemand die muziek maakt om daar zijn brood mee te verdienen. Ik vind het gewoon leuk om een beetje muziek te maken. En daarnaast, als je van mensen complimentjes krijgt via de sociale media's die daarvoor zijn. Ja. En je krijgt dan van mensen op een gegeven moment, net na mijn vader, nadat hij was overleden, had ik voor hem een nummer geschreven. En ja, dat hebben ze tijdens een begrafenis gedraaid. Okay. En ja, dat was dat nummer, dat heet I Wish. Ja, ja. En ja, ik heb dat op 2 dagen tijd in mijn hokje thuis gemaakt. En ja, gitaartechnisch klopte er geen hout van. En na het achteraf bleek ook dat mijn gitaar zo vals was als een aap. Ja, goed, maar... Ja, de complimentjes over de tekst en over het gevoel wat in het liedje zit... is belangrijker dan de gitaar. Dus dan de gitaar, ja, eigenlijk, klopt, ja. Het verhaal van de plaat, weet je, die zorgt er eigenlijk voor dat er een bepaalde emotie en dat je een bepaalde, ja, dat je het kunt proeven. En dat vind ik dan misschien nogal veel mooier dan dat het dan perfect, dat het perfect klinkt. Ja, ja. En, ja, dat is ieder het zijne. Maar ja, goed. Je gaf net aan dat je soms een nummer schrijft waar je dan wel over tevreden bent, maar dat het eigenlijk dan toch op een of andere manier net niet is. Blijf je daar nog aan sleutelen dan, of niet? Jazeker. Ja, ja, soms. Soms ook niet. Dan vraag ik advies aan vrienden of
van kennissen of van andere medemuzikanten. Uh-huh. En dan denk ik, wat zou jij doen? En nou ja, goed, dan komen er vaak wel heel veel toffe ideeën. Maar uiteindelijk dan, komt het er niet van. Maar dat is het probleem. Hè. Je bent allemaal gewoon fulltime aan het werk. Ja, je bent gewoon voor de fun muziek aan het maken. En ja, dat je dan te vinden bent op Spotify of op al die andere mooie, hoe noem je dat, streaming partners tegenwoordig. Ja, dat is hartstikke tof, maar ja, daar word je niet rijk van. Dus je kan mensen niet zeggen van, joh, hey. ik kan niet even bellen naar een hele bekende gitarist en zeggen van, nou, doe voor mij even dit nummer inspelen. Want dat kost gewoon bakken met geld. En ik heb ook geen producer of ik heb ook geen plugger of zo. Ik heb helemaal niks. Dus jij doet het gewoon allemaal lekker zelf, allemaal homemade. Ik doe het allemaal zelf, gewoon homemade. Ja, van de andere kant is het dan natuurlijk wel echt helemaal jouw ding, toch? Ja. Jawel, maar je bent op een gegeven moment wel, zeker toen ik vorig jaar of zo, of 2 jaar terug, maakte ik ook al wel enigszins eigen muziek. Maar dan ben je gewoon op zoek naar, wat vind ik nou mooi? Ja. Weet je wel, en hoe wil ik dat mijn muziek, in welk vakje wil ik geplaatst worden? En ik merk dat nu vooral, omdat ik van oorsprong in een rock classic bandje zat als zanger. En op een gegeven moment dan ga je op zoek naar van, joh, wil ik dit wel blijven doen? En ik ben nu heel fanatiek aan het zoeken. En ik ben op de goede weg, want ik heb al een bassist. Ik heb een drummer. Ah, kijk eens aan. En dan willen we echt een beetje, Buddy Holly-style, Roy Orbison. Een beetje Billy-muziek. Beetje 60s. Oude rock en roll. Ja, lekker man. Ja, zeker. Ja, ja en dat vind ik eigenlijk, daar is een gebrek aan. Want hoeveel mensen... Ja. Zijn er nog helemaal idolaten van Elvis-muziek? Of hoeveel mensen houden er nog enorm van Buddy Holly of van Roy Orbison of van Johnny Cash? Ik noem maar iets geks. Die zijn er heel veel. Nou ja, ik vind het niet iets geks hoor. Maar... Nee, ik ook niet. Maar... ja, nee, maar inderdaad. Het is inderdaad, het is tegenwoordig allemaal net even wat anders geworden. En de oude muziek die, wordt toch misschien wel eens wat op de achtergrond geschoven. Dat is af en toe inderdaad wel eens jammer, ja. Ja, dat vind ik echt zonde. En het nummer waar jij me nu voor, waar we nu deze afspraak voor hebben, dat heb ik op... Ik moet eerlijk zeggen, ik was werkzaam als installatiemonteur bij een bedrijf. Ja, ja. Dat is afgelopen, dus moet je ook weer op zoek naar iets anders. Dat is op zich niet zo heel erg. En dat heb ik ondertussen ook wel gevonden, dus dat probleem is opgelost. Maar ik moest afscheid nemen van mijn bus. Ah, vandaar. Je wou dan niet zeggen dat je een liedje voor je bus geschreven hebt, hè? Ja. Hoe reageerde je vriendin of je vrouw daarop? Waar is mijn liedje? Ja, nou, maar weet je wat het is? Ik ben een sentimentele pannenkoek, als je het zo mag zeggen. ik heb altijd een band met een auto of iets, weet je? En als je de hele dag alleen in zo'n bus zit, dan ga je op een gegeven moment ga je tegen zo'n ding praten. Ja, dat is heel gek. Maar, je moet even doen onderweg, ja. Ja, je vertelt dan zo'n auto of voertuig, dan ik in ieder geval, je vertelt daar eigenlijk alles aan. Weet je, je hebt geen enkel geheim voor je auto of geen enkel geheim. Wat dat betreft is dat wel ideaal natuurlijk. Je hebt altijd gelijk, je krijgt nooit commentaar terug. Nee, dat klopt. Hij start altijd. En het is geen klagende collega, weet je wel. Het is gewoon starten en rijden. En rijden, ja. Dat is mooi. Oké, okay, nou ja, goed. Dat is natuurlijk wel weer een mooie manier om inspiratie ergens vandaan te halen. Ja, maar ik haal er overal vandaan. Ja. Ik weet niet wat het is, maar als de zon schijnt, dan haal ik er inspiratie vandaan. Als het, weet ik veel, bepaalde dingen in je leven die gebeuren. Er zit altijd wel iets. Ik heb zoveel mensen leren kennen tijdens mijn werk als installatiemonteur. Ja, ja. Je komt bij mensen thuis. Ik heb zoveel verhalen. Die heb ik wel ergens genoteerd staan. En jongen, ik zit vol inspiratie. Maar je moet maar net even de tijd vinden om daar dan een tekst voor te schrijven. Precies. Betekent dat we binnenkort van jou gewoon een album kunnen verwachten? ik ben wel heel fanatiek, want ik heb dit nummer is opgenomen met een vriend van me. Die kwam toevallig een bakje koffie drinken. En die jongen die speelt Martijn Haffert. En die speelt echt waanzinnig gitaar. En die pakte mijn gitaar van de muur. En hij begint te pingelen. Ik zei, nou, weet je, neem dat ding even mee naar boven. Dan duik ik even mijn hok in.
En dan spelen we hem gewoon opnieuw. En die eerste ruwe versie was gewoon... We speelden twee varianten. Een heel slow versie. Maar ik wilde hem wel iets meer op tempo hebben. Dus hebben we deze versie gespeeld. Nou ja, en binnen 10 minuten stond hij erop. Had je je tekst al klaar dan? Ja, de tekst was wel af. Maar ik had wel enigszins ook akkoorden. En ik wist al waar ik heen wilde. Maar, en ik had dat met hem besproken. En het mooie was, hij belde mij op zondagochtend. Zo van, joh, weet je, ik heb nu een gitaar in mijn handen. Ik zit hier op de rand van mijn bed. En hoe die slaapt, ja, dat weet ik niet. Of die naakt slaapt of dat hij iets van een pyjama heeft. Dat zijn ook details die wil je misschien niet eens weten. Nee, ik denk niet. Nee. Dus ik zie hem daar al zitten. Hij stuurde ook een foto vanuit zijn slaapkamer, zeg maar, dat hij daar zat. En ja, ik denk, hij is gek geworden. En hij begint te spelen en hij begint te zingen. En ik denk, ja, dit is wat ik zocht. Weet je, maar dat is als je met iemand op een bepaalde level zit. Dan hij voelt aan waar ik heen wil. En hij leest mijn tekst. En hij komt dan met een melodie die ik al enigszins... En dan klopt het puzzeltje. En dan uiteindelijk denk je van, nou weet je wat, we nemen hem op. En als hij goed is, is hij goed. En dan gooi ik hem gewoon de wereld in. Nou, en bij deze. Bij deze dus. Nou, mooi man. Ja. Kun je zien hoe mooi muziek kan zijn, hè? Ja, toch? Absoluut. Ja. Maar dat is een dingetje, jongen. En zeker in deze tijd. Muziek verbroedert. En muziek kan je pakken in iedere vezel van je lichaam, zeg ik altijd. Maar, ja. Nou ja, nee, dat is zo. Dat is... We hebben ooit eens iemand in de uitzending gehad en die zei dat ook. Hij zei, muziek is emotie. Hij zei, slechte muziek is er eigenlijk niet. Hij zei, een nummer doet je wat of een nummer doet je niks. En dat is eigenlijk de manier waarop hij en eigenlijk ik ook naar muziek kijk. En of het dan inderdaad een Roy Orbison of een Frans Bauer of een weet ik veel wat is. Als het iets met je doet, dan is het sowieso wel goed. Ja, en dat is wel een dingetje. En als ik dat mis in een liedje van mezelf, dan heb ik er ook niks van mee. Weet je wel, dan op dat moment ben ik van een gevoel af. Ja, precies. Wat in mijn hoofd zat. En dat is dan zeg maar verwerkt in een lied. Maar op het moment dat je het dan zelf terugluistert. Ik luister bijna nooit iets terug van mezelf. Okay. Omdat ik eigenlijk nooit voor 100% tevreden ben. En dat is misschien een slechte eigenschap, maar ja, ik vind het wel fijn. Hoe luister jij naar andere muziek dan? Die niet van mij? Ik ben bijvoorbeeld wel erg groot fan van Danny Vera. En ik ben ook wel enigszins fan van Waylon. En zeker die oude muziek. Maar vooral mensen die op een bepaalde manier hun ziel weten te leggen in hun nummer. We kunnen allemaal heel bepaalde momenten hebben in ons leven waarin we dan bijvoorbeeld behoefte hebben aan een stukje muziek. En ja, precies. Ja, ik heb een rollercoaster van Danny Vera. Was precies in de tijd dat mijn vader ziek was. En ja, weet je... Dan blijf je daar je herinnering aan hebben. Ja, maar ook het gevoel wat in dat plaatje zit, in dat nummer, in die tekst. En als je dat voelt en je kan het pakken, ja, dan is het jouw liedje. En zo luister ik naar muziek. Nou, mooi. Als het me pakt, ja. Absoluut. Hey, ik zou nog uren met je door kunnen praten. Maar ik ook met jou, man. Ja, dan gaan we dat gewoon nog eens een keer afkijken. Als straks alles weer open is, dan kom je gewoon een keer gezellig naar de studio. Ja, en dan, inderdaad. Dan laat ik aan jou over of je je gitaar wel of niet meeneemt. Dat moet je maar kijken. Als corona-vrij is, neem ik hem mee. Dat is hartstikke goed. Dan gaan we dat in ieder geval nog een keer afspreken. Maar ja, goed, wat dat betreft volg ik jou op de social media. Dus even weer wat nieuws te melden, dan neem ik gewoon weer even contact met elkaar op. Dan hoor jij het. En dan gaan we dat zeker nog een keer afspreken. Ja, en leuk dat je even belde. Ja, leuk man. Ja, ik vind dat wel grappig. Ik bedoel, ik besteed wat dat betreft heel veel aandacht aan nieuwe muziek hier in het programma. Ja, en ik krijg ook geregeld van diverse plugbro's en platenmaatschappijen af en toe eens een keer wat toegestuurd. Maar ja, goed, als ik dan inderdaad een verhaal net als jou van je eigen muziek, dat gewoon op een zolderkamertje gemaakt is met een andere gitarist. En waar je dan je eigen gevoel en je eigen dingen kan doen. Nou, dat vind ik zeker zo mooi als een nieuwe van, noem ze allemaal. Ja, nee, dat is het. En als je naar de tekst luistert, dan in het begin denk je, ja, die jongen die neemt ergens, die heeft verdriet, die of weet voor wat, daar zit hem iets dwars. En pas ik vroeg me eigenlijk inderdaad wel af, want ik wist ongeveer wel waar het over ging, dat het over je bus ging, dat had ik ook al ergens voorbij zien komen. En ik denk, wat had hij met die bus dan, maar...
Dat is nou een duidelijk verhaal in ieder geval. Hey Patrick, dankjewel. Succes met de dingen die nog op stapel staan. Absoluut, dankjewel. We gaan nog een keer een afspraak maken. En ik wacht in ieder geval op je complete album. Ja, ik doe mijn best, Roland. Echt, ik doe mijn best. Komt goed. Dankjewel en tot de volgende keer. Groetjes. Yo, hi. Zuidwest. FM. We had long road together, but our journey is about to end. We have seen so many places, and we made lots of friends. And I don't know my destination. Take us to the place we belong to be.